Hallo kijkers van YouTube, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hallo. En zoals jullie gelijk al aan de beginscherm zagen, heb ik weer gelijk last van die netwerksynchronisaties. Dat vind ik heerlijk. Ja. Nou ja, we gaan in ieder geval bezig. En onze bezoekershoeveelheid daalt een beetje. Maar er komen ook weer mensen bij. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar Ido, wat ben je allemaal aan het doen? Je zit nu een pad te maken, maar gaat hij dan... Ik ben begonnen aan het paddentrek. Ja. Ah. Wat ik wel zeggen, gaat hij naar Timbuktu toe of zo? Maar mij gaat het nog veel kutter. Want misschien kunnen we zo dadelijk beter een nieuw parkgedeelte gaan bouwen met allemaal verschillende attracties. Lijkt me verstandig. Lijkt je dat een goed idee? Daar was ik al een stukje mee begonnen eigenlijk, maar... Want ik vind het al eigenlijk behoorlijk goed gaan in ons park. Waar gaan we nu ons geld naartoe? Ja, dat weet ik niet. Ah, natuurlijk, marketing heeft flinke geld van uitgegeven. Ja, dat zal natuurlijk kunnen zijn. Het zien. Maar er zal veel meer geld in het potje. Ik wil ook een paar waterattracties gaan bouwen. Ja, dat lijkt me ook wel een goed idee. Ik zit even te kijken bij de buizenkouwer. Heel veel mensen vinden het geweldig, maar sommigen vinden het ook nog wel een beetje eng, vind ik ook wel. Een beetje logisch. Mijn houten achtbaan doet het ook goed. Ja, vind ik ook wel. Mensen, waarom stoppen jullie bankjes? Vraag mij het. Eerst dachten van, kom, laten we stenen bankjes neerzetten. Zullen mensen ook niet gaan slopen? Mhm. Fuck. Maar hoe hou je vandalisme eigenlijk heel erg laag in je park? Gewoon genoeg van die veiligheidsagenten neerplempen. Ja, dat is als een vraag. Wat is genoeg? ...2000 per stukje voetpad. Kijk, dat kan wel bij niet eens. Want wij zijn maximale aantal sprites dat je park kunt hebben... ...aan personages 9116, als ik het goed had. Dat is, dan hebben we binnenkort een probleem als het... ...als het bezoekersaantal... ...toch... flink gaat verdubbelen. Ik was al wat testen. Ik had iets van een glitch gevonden. Dit moet je parkwaarde op een of andere manier keihard laten stijgen. Dit is constructies. Oké. Dat is een beetje cheaty. Wat cheaty? Ik heb altijd één ding geleerd. Kaartbanen moet je niet te lang maken in een rollercoaster. Ja. Oh, daar ga je mee bezig. Oh. Want misschien wil ik zo dadelijk dan, als we genoeg geld hebben, nog even wat... of een achtbaantje gaan bouwen daar. Dat nieuwe gedeelte. Go your get... Nou, doe maar een waterbaan. Dat is ook wel leuk. Ja, eigenlijk, god nee, ik minimaliseer eruit. Oeps, sorry. 10 out of 10. Ja, er zijn waterachtbanen. Dat kan ook. Ik kan een cheat aanzetten waarmee ik alles op de karretje op die kartbaan kan krijgen. Nee, doe maar niet. Dan gaan we de achtbaankarretjes opzetten. Even zien, waterachtbaan. Bootvormige karretjes rijden over achtbaanrails, waardoor ze hellende bochten en diepe afdalingen kunnen maken. Waarna ze in bakken water neerplonsen en rustig een stukje kunnen varen. Het klinkt als een plonzig idee. Ja. Dus ik denk dat ik er maar alvast mee ga beginnen, of niet? Jij hebt tot zien je kartbaan al klaar, dus wat van.
Laat ik maar eens gewoon een beginnetje maken. Welkom bij het tuincentrum. Tuincentrum gesloten prei. Zo moet je hem noemen, ja. Zo moet je hem noemen. Een kaart van die tuincentrum. Oh, ik kan het niet eens serieus nemen. Tuincentrum de prei. Precies. Oké, dat was echt heel random. Misschien komt dat meer dan wel goed van pas als ik daar eventjes die waterachtbaan ook nog een beetje door laat gaan. Lekker. Bezoekers waren klaar. Wacht, wat zeiden ze? Bezoekers klaar voor de veelheid rommel in je park. Ja, als jullie zelf de prullenbakken verwoesten, dan heb je dat soort problemen. Kijk, kan ik dat toevallig nog langetje lagen? Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat kost wel extra geld, hè? Pff, boeien! Maar hou wel een klein beetje compact. Het remt wel keihard af, dat ik even weet, hè? Ja, dat weet ik. Ah, ik zeg het alleen maar even. Kijk. Maar hou het niet zo compact mogelijk. Dat is mijn achtbaantje. Die echt ziek compact is en ziek druk bezocht wordt. Maar het loopt ook wel heel mooi door, mijn achtbaan. Ja. Nee, misschien dat ik dat ietsjes later doe met die waterding. Dat hij nu gewoon weer even een stukje hoger gaat. Oké, okay, nee, dat gaat hij niet redden. Wat? Ja, ik was een steile helling tot 9 meter, terwijl de achtbaan, die helling... Dat kan hij wel redden. 12 meter is. Zal ik er nog wat hoger doen? Waarschijnlijk. En dan gewoon keihard recht een afdaling naar beneden. Ja. En dan pons en dan richting einde. Kun je geen foto op laten maken? Nee, helaas niet. Slopen, ja. Nee. Slopen, dislike, alles. Dislike bot erop zetten. Ja, precies. Even een klein hellentje naar beneden en dan een lekkere bocht. Volgens mij is een dislike bot niet zo heel duur op YouTube, volgens mij. Mm. Oh ja, dat is heerlijk. En dan sploes. Want dan remt dat ding ook gelijk af. Dus dat scheelt ook weer. Het nieuwe spel van Rockstar, hè? Dat gaat 150 gigabyte in beslag nemen op PlayStation 4. Wow. Dat is gewoon ongeveer 1,7 van mijn harde schijf. Zo. Zullen we ze even laten testen dan? Ga je gaan. Dat is even een screenshot voor reclamemateriaal. Ja, dat kan. Oh. Want er zijn zulke soort bootjes. Ik dacht echt dat dat van een hele lange boot zou zijn. Nee, valt toch wel niet. Ik denk dat ik toch... Even. Wat zei? Stuur het ook meteen even. Oké. Ik denk dat ik ook eens een keer een Discord-server in elkaar kan nutselen. Oké. Voor IMT. Ah, dit is volgens mij wel goed, of niet? Er zijn wel weinig boten. Weinig? Ja. Vooral als je die hellingen wat harder zet. Snel omhoog gaan. Nou ja, maar ik denk dat het wel goed doorloopt. Als het eenmaal goed wordt bezocht.
Kan ik dingen helemaal goed afstellen? Hier ook maar. Ik ga vast even. Daar ga ik mee bezig. Zolang de wachtrij wel genoeg? Vast wel. Ja, vast wel. Zie je het wel een stuk sneller gaan? Jo. Ook al even van die... Ja, daar wil ik wat meer bootjes. Ik ga even stenen bankjes neerzetten. Stenen? Ja, in dat nieuwe gedeelte. Oh. Zie, die slopen ze toch niet zo hard weer. Hop, 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 hop. Is er nog één waterattractie neer dumpen? Vind ik goed. Mag jij wel doen. Zullen we het onderzoek even wat hoger zetten? Dat lijkt me een verstandig idee. Ja, alleen even attracties naar de... Attracties? Attracties naar attracties, zeker nog serieus? Nail dit, Ido. Nail dit. Close in op. De schoonmaker die hierop kunnen zetten. Ga ik doen. Als ik klaar ben met die films bakken. Zoals je me weg kunt gooien. Ja, zodat ik ieder lichaam ook weg kan gooien. Goed. Goed, dat jongen. Wat jij vermoord, maar... kunnen we nog een paar van die kadaveren zakken voor jou? Ik ga er ook nog even van boompjes hier neerzetten. Die in de schuur ligt. Hè? Maar die weet dat die allemaal in de kelder en in de schuur ligt. Vanuit thuis. Dat was laatst ook zo mooi. Was het echt zo van met mijn vader zo van... Ido, hoe heb jij dat ding naar beneden gekregen? Wij zijn met 3 man bezig om dat ding boven te krijgen. En jij krijgt voor de kant dan je uppie te doen. Hoe? Magic. Dat is ook zoiets. Ondertussen dat ik dat ding aan het opzoeken was, vond ik gewoon letterlijk een paspop. Ik vond 3 Sarah's en een Abraham. Ik vond zo'n 50 bot met verlichting erop. Je verzint het niet. Ik vond een halve Abraham. Ik vond nog een kadaverkist. Wat de fuck kom jij dat allemaal weer tegen? En ik vond nog heel veel hout. Waarvan je denkt van... Waar komt het hout vandaan? En ik vond nog een heel setje tuinstoelen en tafels. Oké. Okay. Ik weet niet eens wat ze dat hadden. Waar komt de ene bezoeker vandaan? Pak een bezoeker. We hebben maar 1 bezoeker hier tussen al. Twee, 1 zit zelfs op een bankje. Nou, bij mij in ieder geval niet. Dus ik weet niet wat jij hebt. Ik heb ze weer teruggedumpt. Zo, ik heb ook... Zullen we wat een stukje losgooien? Ja, want ik heb er ook al een bewaker opgestouwd, dus... Ik zie nog geen bewaker rondlopen. Ik zie wel een monteur. Ja, die kon ik op een of andere manier niet verslepen. Dus ik heb er gewoon maar wat naartoe gestuurd, dus... Zodat de attracties ook alvast aanzetten. Geen bewaker. Nee, maar ik heb er eentje al op de grond neergezet. Heb je er al voetpad toegewezen? Ja, heb ik gedaan. Hoe heet die bewaker dan? Bewaker 5. Bij mij is helemaal niks. Oké, dan denk ik dat mijn game weer is gebeurd. Be right back. Zo, ben er weer. Oh ja, nu staat er wel een bewaker neer.
Zullen we alles maar eventjes losgooien? Dat lijkt me een verstand. Ben jij de borden? Nee, stop, vergeet iets. We vergeten iets en dat ene is... Een wc. Misschien nog wat kaampjes erbij. Ik moest straks een heel plein gaan bouwen eigenlijk. Dat kan ook. Gewoon hier in de buurt zeker of zo. Something like that. En weer een frisdraakkraampje. Frisdraakkraampje? Ja. Sinds wanneer heb je het met draken? Ze vinden frisdrank erg goedkoop. Nou, dan pomp je die prijs toch omhoog. Precies, daar ben ik net mee bezig. Pizza's vinden ze ook erg goedkoop. Het is te druk. Steeds 8 bezoekers denken zo. Zoveel betaal ik me voor een pizza. Ja, ik heb er ook altijd nog niet tussen zitten. Het ene moment... Het is te duur. Niet te goedkoop. Het is te duur. Niet te goedkoop. Het is te duur. Zo gaat het de hele tijd. Ja, wat heb je er dan aan raden, hè? Maar in principe, het werkt gewoon zo. Letterlijk gewoon bij festivals. Zo gooi je het eten, het maakt het eten gewoon zo duur, want mensen kopen het toch wel. Dat klopt. Dus je betaalt al voor zo'n punt pizza en één keer 5 euro op een festival. Dan praat je van 1/8 van een pizza, 5 euro. 5 euro. Nou, zullen we het nieuwe gebied maar openen dan? Zie, doe jij de maatregelen voor weghaalt, doe ik alle attracties openen. Jo. En de bezoekers komen er. De ene schoonmaak heeft ook nog helemaal geen pad toegewezen gekregen hier. Oh, dat heb ik wel gedaan. Ja, zal vast wel weer door die net niet weg. Oh ja, tuurlijk. Wil je het er net over hebben? Dan gaat hij de netwerkdienstsynchronisatie detecteren. Godsamme. Hele tijd geen last van tot dat moment. Oh my god. Kijken. Mooi liedje erop zetten. Nu oktober, jaar 2. Zover zijn we dus alweer. Huh. Mijn kartbaan doet het voor mij nog best wel goed eigenlijk. Beter dan jouw achtbaan. Wat de plezierwaarde echt best wel laag is eigenlijk. Echt hè? Mijn botsauto's doen het zelfs beter. Ach ja, komt dat goed. Dan heb ik de hik. Och, lekker. Hey, ik heb één iemand eindelijk keer in. Oh, nog meer. 2 mensen. En klaar. Ruimteringen 1 is defect. Even de monteur anders noemen. Nieuw monteur. Oh, en dan krijg ik een error. Kan de naam van deze werknemer niet veranderen? Wat? Maar die boten die gaan wel echt gewoon constant door. Dat is wel fijn. Volgens mij kunnen er ook 8 per bootje in. Oh ja, 8. 6 denk ik, dacht ik. 6. Oh, dat kan ook. 6 keer 7, dat is 42. Oh. Heel de arrows krijg jij zeker? Nu niet. Ah, mijn waterachtbaan gaat het ook goed doen. Ja, heel langzaam.
Zondheid, zo. Ja. Ik voel nog een niet aankomen, wacht even. Fijn. Hachiba. Het is wel dat het constant doorloopt eigenlijk. Echt hè? Als er maar één karretje stilstaat. Klopt. Mensen kunnen uitstappen, tussen dan komen de nieuwe mensen echt weer binnen. Wat de nieuwe mensen weer zijn, kan de andere weer uitstappen. Ja, dat vind ik wel fijn van die vaten achtbaan. Goed ingesteld. Ja. Oh, de kaartbaan thuiscentrum De Prei is ook bezig. Wat een kutnaam. Echt hè? Ik denk dat ik zo ook de titel ga noemen. Iedereen zal wel denken. Thuiscentrum De Prei? Ja. Iedereen zal wel denken. What the fuck? En we moeten even een foto van een prei erbij in edit in de thumbnail. Oh. Echt. Dus ik meteen bezig ben. Tuincentrum De Prei, Jezus Christus. Wie verzint zoiets? Oh ja, wacht. Niet, hoor. Het is de enige echte idol. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik wil hier graag een glijbaan in hebben. Nou, als jij dat gaat doen, dan ga ik in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Dus ik hoop... Nee, wacht even. Ik wil eerst een glijbaan afgebouwd hebben. God damn it. Ga je het ook nog serieus doen? Ah, oh, daar ga je bouwen. Oh. Echt, bij een van de ergste achtbanen van het park. Wat echt, bouw ik daar middenin? Een omgekeerde achtbaan. Een fucking glijbaan. Like, what the fuck? Hoezo? Je benodigt of je... ik weet niet wat ik wil zeggen. Gebruik de ruimte goed. Ziet er wel een beetje vaag uit zo, met die... dingen. Ja. Even kijken, de mensen hoeven niet overal bij te kunnen. Klop. Hoe vaak mogen ze glijden? 5000 keer! Ik denk niet dat er heel veel mensen komen, denk ik niet. Nou ja, er komt best wel veel mensen wel naartoe. Kun je even pas schoonmaakjes opzetten? Nee, een paar bankjes plaatsen, prullenbakken. Oké. Okay. Dan zet ik nog een schoonmaakje op. Je roept maar. En een bewaker, jongen. Ik wil helemaal je moeder bewaken. Maar dat is ook niet. Nee, ik slecht ervan. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik had het leuk vonden. Nee, doe ik niet. Wauw. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik wel een keer weer. Later.